Tips de Brugge is specialist in het bieden van levenslange zorg aan mensen met een verstandelijke handicap. Maar veel cliënten hebben daarnaast ook nog een andere aandoening of stoornis. Dat kan zijn een lichamelijke handicap erbij, visueel beperkt zijn of een psychiatrische stoornis. Binnen Ipse de Brugge wonen en werken cliënten van verschillende niveaus. Dat zijn cliënten die soms een ontwikkelingsniveau hebben van maar een aantal maanden. Tot cliënten die eigenlijk heel zelfstandig zijn, maar op bepaalde punten nog wat extra begeleiding nodig hebben. Ik werk op de Velmlaan 2, waarbij het sociaal-emotioneel niveau ligt op ongeveer 1,5 tot 4 jaar. Naast de Velmlaan zijn er andere woningen waarbij ook daarin de leeftijden anders zijn. Op verschillende plekken heeft Ipse de Brugge woonlocaties, gewoon in de wijk. Je ziet aan de buitenkant niet dat het een ander huis is, maar de huizen zijn van binnen vaak net wat anders ingericht. En daar wonen cliënten en zij maken daarmee ook gewoon deel uit van de samenleving. We zijn nu op buurtschap Kraaienburg, een klein dorp op zich. We hebben hier heel veel woonlocaties, eigenlijk in verschillende vormen. Zowel cliënten die redelijk zelfstandig wonen in hun eigen appartementje, tot aan de gewone woongroepen waar veel cliënten bij elkaar wonen. Naast de verschillende woonvormen op het buurtschap Kraaienburg en Nooddorp zijn er ook andere faciliteiten. Zo is er de manege. Is er een zwembad, is er een gymzaal, is er medische zorg op het terrein aanwezig en is er de BO-tuin. En BO staat voor beleven, educatie en ontmoeten.